Veel mensen denken bij kanker al meteen aan doodgaan. Gelukkig is dat tegenwoordig niet meer in alle gevallen zo. Dankzij onderzoek zijn er ook heel veel kankersoorten waar de slagingspercentages, de overlevingspercentages enorm zijn vooruitgegaan. En dat er gewoon ook nog een leven is na kanker. Dat is weliswaar niet altijd even makkelijk. En überhaupt het herstel na kanker kost ook enorm veel tijd. Ik ben inmiddels een jaar verder na mijn laatste chemobehandeling. En ik voel me nog steeds niet helemaal de oude. Maar ik leef dankzij de succesvolle ontwikkelingen op het vlak van behandeling van kanker. In mijn geval, ik had Hodgkin lymfoom. En mijn artsen waren duidelijk in het begin heel stellig. Dit is het behandeltraject, zo ziet het eruit. En er was haast geen discussie over mogelijk, over hoe of wat. En ik ging er dus met ontzettend veel vertrouwen in de behandeling. Maar toch, hè. Die dood, die angst voor de dood, de dood in het vooruitzicht. Misschien gaat alles wel niet goed. Hoe ga je daar nou mee om? Wat doet dat nou met je? En voor mij was dat niet de eerste keer. Ja, als je mijn andere aflevering al hebt gehoord, dan weet je ook dat ik in 1996 seropositief ben bevonden. In de zin van dus dat ik dus HIV heb, al ruim 25 jaar lang. En destijds was het een dodelijke ziekte nog. Er was nog niet een chronische ziekte dankzij de medicatie. Die moest op dat moment nog op de markt komen. Op het moment dat ik de diagnose kreeg. Toen was voor mij de diagnose van de ziekte echt iets dat mijn hele wereld op de kop zette. Daar heb ik het al over gehad. En er komen er zoveel vragen langs je. Bijvoorbeeld die dag dat ik mijn diagnose kreeg. Met mijn toenmalige partner opgenomen in het ziekenhuis en was niet eens zeker of hij het weekend wel door zou komen. Dus niet alleen kreeg ik te horen dat mijn einde, levenseinde aan het naderen was, misschien wel binnen een paar weken, een paar maanden, een jaar, twee jaar. Maar hij was niet eens zeker of mijn partner het weekend wel door zou komen. Nou, dat zijn natuurlijk twee situaties waarin de dood op je pad van je leven kan komen. Hè? Doordat of een dierbare ernstig ziek is. He, misschien heeft diegene wel een ongeluk gehad of een hartaanval gehad. Of net als ik te horen kreeg dat hij een ernstige ziekte heeft. Of dat je het zelf hebt te horen gekregen. Dan komt dat dus ontzettend dichtbij. En dat kan echt je zodanig vastzetten. De een, weet je, die gaat bevriezen en die wordt lam geslagen en doet niks meer met zijn leven. En de ander, voor de ander is juist een reden om nog te kijken om alles te proberen uit te halen. En het zijn twee uitersten. Maar daar hoef je niet van uit te gaan. Er zitten natuurlijk ook heel veel zaken in het midden. Maar één ding is wel duidelijk. Als je weet dat iedere dag je laatste kan zijn, en dat kan het natuurlijk voor jou en mij allemaal zijn, dan is het wel belangrijk dat je stil gaat staan bij wat doe je tot nu toe met je leven. Is dat wel eigenlijk? Leef je wel voluit? Haal je er wel uit wat je kan? Nou, toen ik in 1996 ziek werd, nou, toen was ik echt een stille grijze muis. Ik was wel goed lachs, maar ontzettend verlegen en introvert. En in die tijd stond ik meer aan de zijkant van het leven. Ik voelde niet alsof ik, weet je wel, echt deel uitmaakte van het leven. Ik voelde me meer zo'n observator, iemand die toekeek. Een toeschouwer. En ik heb destijds niet hele grote stappen gemaakt. Het enige wat ik mezelf gunde, was dan in ieder geval te trouwen. Met degene met wie ik op dat moment lief had. En te gaan voor de baan die ik op dat moment had. Dat ik niemand ging zeggen, maar toch mezelf een kans bood om nog zo lang mogelijk te werken in het werk wat me plezier gaf, wat me passie gaf. En dat zijn twee hele simpele dingen die ik heb gedaan. Voor de rest, ja, weet ik niet. Ik zag ook niet meer mogelijkheden. Ik wist dat niet meer te doen. En toen ik dus in 2020 opnieuw te horen kreeg dat ik ernstig ziek was. Ja, toen was mijn leven intussen al zo veranderd. Omdat ik zo sterk aan het groeien ben geweest de afgelopen jaren. Ik heb zoveel andere dingen gemaakt. Andere keuzes gemaakt in mijn leven. En toen besefte ik, ik maak op mijn manier volop deel uit van het leven. Ik heb misschien nog steeds niet een grote vriendenkring. Maar ik ben tevreden met het leven wat ik heb. Ik doe leuke dingen wanneer ik kan, als het kan. Ik heb wat reizen gemaakt, ondanks mijn beperkte gezondheid. Ik heb twee heerlijke dochters waar ik volop van geniet. Ik heb familie waarvan ik hou.
En dat is voor mij voldoende. Voor anderen is dat misschien saai en weinig, maar daarvoor zijn we juist ieder mens uniek en mogen we allemaal onze eigen kansen pakken. Dus ja, weet je, het geeft aan, je kunt twee dingen hebben. En ja, wat wil je dan nog gaan doen? Het ene maakt een bucketlist en gaat proberen nog zoveel mogelijk ervan te doen. En de ander bevriest. En alles daartussenin is mogelijk. Maar dat zijn de acties wat je kunt doen. Dat je gaat beseffen van, hey, er is meer met mijn leven wat ik kan doen. Maar ook emotioneel doet het natuurlijk enorm veel met je. Want ja, het kan je ontzettend dus raken. Want ja, wat staat je nog te wachten? Hoe gaat het worden met een ziekteproces? Wat gaat het leven je nog wel bieden? Emotioneel doet dat legt dat een enorm grote aanslag op je. Is het soms zo verdrietig. En dan is het ook heel belangrijk opnieuw, dat wat ik in dag 1 van deze 11-daagse zei. Het belang van delen. Ga praten met mensen. Ga praten met, het is moeilijk. Het is voor niemand makkelijk. Niet voor jou en niet voor de mensen om je heen. Maar daardoor geef je elkaar wel kans om te kijken hoe je erin staat. Je helpt elkaar misschien toch mogelijkheden te zien. Mogelijkheden die je zelf niet ziet, zien anderen misschien wel voor jou. En dan kun je toch alsnog meer uit je leven halen. Maar ook, soms kan bijvoorbeeld, zeker als je iets hebt gehad als een hartaanval. En dat, ik heb dat bijvoorbeeld een hartstilstand gehad bij de geboorte van mijn tweede dochter. Dan had ik een allergische reactie op de ruggenprik. Een zeldzame reactie. En daardoor kreeg ik een enorme bloeddrukverlaging die leidde tot een hartstilstand. En binnen 4 keer reanimeren was ik al terug. Maar ik was daardoor zo overdonderd en zo aangeslagen. Want ik kwam daar om leven te schenken aan een geweldige dochter. Maar in plaats daarvan kostte het bijna mijn eigen leven. En daar was ik niet op voorbereid. Niemand was erop voorbereid. En die dreun, dat iets wat eigenlijk zoiets moois en bijzonders was, dat ik dat toen compleet had gemist, omdat ik dus mijn bewustzijn had verloren en pas bij weer kwam nadat mijn dochter al geboren was. Ja, of ik beviel met een keizersnee, dus dat ze al gehaald was. Ze was al schoongemaakt. Ik heb dat hele moment dit keer gemist. Bij de eerste heb ik dat allemaal meegekregen, bij de tweede geboorte niet. En daar voelde ik me zo bedonderd voor dat ik eigenlijk daarna in een postnatale depressie ben geraakt. En ik maandenlang echt me heel erg bedonderd voelde door het leven. Alles leek weg te vallen. Het vertrouwen in het leven, de zekerheid die je hebt in jezelf. Niet meer durven dingen te ondernemen. Ja, want straks wordt, wat nu als ik weer iets gebeurt en dan is het geen succes geworden. Allerlei vormen van angst en emoties die los kunnen komen doordat zoiets heftig komt. Dat je gaat beperken, dat je kleiner gaat maken, dat je in gaat houden. Want stel je voor, als je het probeert en er gebeurt weer iets, waardoor je het misschien weer allemaal opnieuw gaat verliezen. Dat kan voor sommige mensen kan dat te veel en te heftig zijn. Ja, en dat is natuurlijk lastig. Dus weet je, het nieuws van dat je dus jouw leven eindig is, kan je dus ontzettend op je kop zitten in positieve zin. Dus doordat je in de actie schiet en zelf allerlei dingen nog gunt om te doen en ervaren. Maar het kan je dus ook heel erg de put in gooien als jij daarin niet beseft dat jij dus keuzes hebt. Dat je bewust kan kiezen, hoe ga ik ermee om? Elke situatie waarin je zit, hoe heftig ook, heeft ruimte om grip te krijgen. Heeft ruimte om eigenaarschap te nemen. Om ermee om te gaan. En wat daarin dus weer vooral belangrijk is, en dat heb ik nu al vaker aangegeven, is dat je jezelf ruimte geeft om te verwerken. Dus zo'n klap is wat. Niemand gaat daar, zelfs nu ik hoorde dat kanker had en vooruitzichten heel goed waren, het was heftig nieuws. Ik kon er goed mee omgaan, maar toch op lagen doet het wat met je. En zelfs al gebruik je de juiste hulpmiddelen, de juiste tools om met de situaties om te gaan, dan nog heb je emoties die aandacht verdienen. Besteed daar dan ook tijd aan. Geef het de ruimte, laat ze er zijn.
Maar er zit een verschil tussen het emotie laten zijn en erin verzwelgen. En dat verschil mag je gaan ontdekken. Geef toe waar het kan, maar herpak ook weer je eigen ruimte waar mogelijk. En mocht het zo zijn dat jouw situatie zodanig is dat het ook echt van jou of een dierbare in je omgeving zodanig is dat het einde ook echt nadert, zorg dan dat je alles zegt wat je wilt zeggen. Wacht niet tot het juiste moment. Maar pak je momenten. Creëer herinneringen samen. Al is het maar klein doordat je bij elkaar zit, elkaars hand vasthoudt. Een knuffel geeft. Samen een heerlijke serie kijkt. Of een muziekje luistert. Of wat dan ook. Het hoeft niet groot te zijn. Hele kleine acties maken al verschil. En creëren herinneringen. En geven moed, kracht en inspiratie om ook nog meer momenten samen te pakken. Misschien met die persoon, misschien met een ander. Maar het kan waarde toevoegen aan je leven. Het kan kracht toevoegen aan je leven. En ik weet niet hoe jij in het leven staat. Maar juist door mijn groeiproces, zeker vanaf zo'n 2013, 2014, ben ik bezig gaan met meer, ik noem het mijn spirituele pad. Maar het is eigenlijk een pad van zelfontplooiing. Waarin je meer op ontdekkingsreis gaat naar jezelf. Gaat ontdekken wie je werkelijk bent. Dat je je verleden onder ogen ziet. Je verhalen onder ogen ziet. Je trauma's onder ogen ziet. Je pijn onder ogen ziet. Je verdriet. En daarmee aan de slag gaat. En op dat pad ben ik ook gaan ontdekken door meerdere ervaringen. Dat er zoiets is als reïncarnatie. We bestaan uit meerdere levens. We zijn een ziel. En we hebben als ziel duizenden levens. En alles wat we op nu in dit leven meemaken, draagt bij aan de groei van je ziel. Draagt bij aan de kennis van jouw ziel. Dus wat je ook doet in dit leven, of je nou je beste beentje voor, we zetten allemaal ons beste beentje voor, correctie. Want ik wil zeggen, of je nou je beste beentje voor zet of niet. Nee, ik moet zeggen, we doen allemaal ons best. Maar lang niet altijd lukt het ons om patronen te doorbreken. Soms blijven we hangen. Blijven hangen in stukken. Blijven hangen in een pijn. Blijven hangen in een verslaving. Blijven hangen in trauma. Dat maakt niet uit. Maar soms gaan we juist, overwinnen we juist die stukken. Komen we juist wel verder. Maken we groei. En dat is gaaf. Beide acties dragen bij aan de ontwikkeling van je ziel. Dus hoeveel pijn, verdriet, vreugde, blijdschap, levens dus je ook hebt gehad. Het is voor het goede doel. Het is voor jouw ontwikkeling. Het is voor jou, het is jouw onderdeel in het grotere geheel. Jouw bijdrage aan het grotere geheel. Zelfs al jouw mislukkingen dragen bij aan wie je mag zijn. Al de keren dat je een ander hebt gekwetst of jezelf hebt gekwetst en jezelf naar jezelf tekort bent geschoten. Dragen bij aan het verhaal, maar ook aan het grotere geheel. Misschien was het wel om dienstbaar te zijn aan een ander. Om een bepaalde rol te vervullen naar een ander. Zodat jij misschien in jouw moeilijkheden kon blijven zitten. En die ander kon groeien dankzij het voorbeeld of het antivoorbeeld wat je geeft. Dus alles wat we meemaken in het leven is niet voor niks. Soms voelt het wel zo van, waar doe ik het nou toch voor? Nou, om te leren, om te ontwikkelen, om te groeien. Of om zelf te groeien, of om andere kansen te geven. Groeien. En dan, als dan het moment van de dood nadert, dan is het dus niet het einde. Je gaat over weer, je wordt weer één met je ziel. En je komt terecht in het hiernamaals. En dat leven is geweldig en fantastisch. Er zijn meerdere auteurs die daarover hebben geschreven. En onder andere bij Walking My Revolution is dat José de Ronde van Dunn. Zij heeft inmiddels al 2 boeken geschreven, Doodgewoon en Jozef vertelt verder. En daarin vertelt haar overleden jeugdvriend Jozef over hoe het hiernamaals is. Over de ontwikkelingen die je daar hebt, over de kansen die er zijn. Over wat er gebeurt met onze huisdieren. Maar ook hoe zij kijken naar onze mensen op aarde. En de tips en adviezen die ze voor ons hebben. Met de dood is er geen einde. Er is alleen een nieuw begin. En de dood van jezelf of van een dierbare in je omgeving biedt ook kansen voor groei naar een volgende versie van jezelf. Om te leren omgaan met pijn. Om te leren omgaan met
de waarde van herinneringen, de waarde van liefde, de waarde van gemis. Dat je juist gaat beseffen wat wel en niet toe doet in het leven. En sommige mensen gaan op zo'n mooie manier ermee om met het verlies van een dierbare. Dat ze juist kracht geeft, juist vleugels geeft. Dat ook de relatie na de dood verder gaat. Maar dan op een andere manier. En dat de liefde toch op die manier eeuwig is. Terwijl er ook ruimte is voor een nieuwe partner. Alles is mogelijk. Het leven bestaat niet alleen maar uit het hier en nu, uit het verleden. Er is zoveel meer tussen hemel en aarde. En jouw leven draagt bij aan het grotere geheel. Er gaat niets verloren. Alles wat je doet of niet doet, draagt bij. Draagt bij aan de energie van deze wereld. Draagt bij aan wat er in deze wereld is aan mogelijkheden. En draagt bij aan wat we ervaren. Maar daar ga ik ook een andere keer verder op in. Ziekte, ongeluk, een hartaanval of welke ziekte of aandoening of gebeurtenis er dan ook, waardoor jij geconfronteerd wordt met de dood. Of met je eigen dood, of met de dood van een ander, of de nadere levenseinde van een ander. Het zijn juist kansen om opnieuw te gaan kijken, hoe sta ik in het leven? Waar sta ik? Wat doe ik nu? Leef ik wel naar beste kunnen? Of laat ik op te veel vlakken dingen zitten? Ik merk dan bijvoorbeeld dat ik toch op te vaak nog me uit angst inhoud. Ik heb zo vaak me alles gegeven en dan weer opnieuw verloren. Dat de moeilijkste strijd was deze keer. Ik heb al zo vaak weer iets opgebouwd. En nu door de zware chemel brokkelde alles om me heen weer af. En zat ik weer terug bij nul. Met mijn leven weer zo klein dat ik haast niet verder kwam dan mijn bank. Dat was mijn beste vriend, want ik was op een gegeven moment zo moe en verzwakt dat ik wekenlang amper het huis uitkwam. Ja, voor doktersbezoeken en het ziekenhuisbezoeken, maar verder niet. Het wordt dan klein. Hoe hou je dan toch waarde in het leven? Waar haal je kracht vandaan? Voor mij was dat om dan toch door te blijven werken, toch door te gaan met het delen van mijn dagelijkse inspiratie. Toch door te gaan met mijn healing, omdat mijn werk mijn passie is. Werk wat ik tegenwoordig doe. Mensen helpen te begeleiden meer uit zichzelf en hun leven te halen. En juist deze hele periode heeft laten zien dat al die middelen werken. Als je ze maar blijft toepassen. Je moet niet met je armen over elkaar gaan zitten. Maar wel jezelf de momenten pakken. Hoeft niet 24 uur per dag. Al pak je hem 5 minuutjes hier, 10 minuten daar, een uurtje daar. Dan maak je alweer verschil voor jezelf en de ander. En dat is waar het om draait in het leven. Verschil maken. Je groei maken. Je kansen gunnen voor heerlijke, fijne momenten delen. Dat zijn de zaken die je te doen. Tenminste voor mij. En ik ben heel benieuwd wat er voor jou te doen. Is dat voor je duidelijk? Weet je wat belangrijk is voor jezelf? Of leef je maar constant in de waan van de dag? En leef je zo op de automatische piloot, dat je eigenlijk niet stilstaat, dat je iedere seconde van de dag een keuze hebt wat je doet met je tijd, wat je doet met je aandacht, wat je doet met je liefde, wat je doet voor jezelf en wat je doet voor een ander. Sta daar eens bij stil. Wacht niet tot een heftig gebeurtenis in je leven komt, zoals de naderende dood van jezelf of een ander. Maar kies je momenten. Sta regelmatig stil en kijk wat jij voor nu kan doen om nog meer waarde aan jezelf in je leven toe te voegen. Dan zul je zien dat op het moment dat ooit die dag komt, dat de dood voor jou klaar staat, dat jij terug kan blikken op een leven waarin je kan zeggen, ik heb mijn best gedaan, ik heb eruit gehaald wat ik kon en ik ben dankbaar voor alles wat ik heb beleefd. Dat is zo belangrijk. Als je die rust kunt hebben, die kunst dat je zegt, ik heb alles goed verzorgd. Als je zo iedere dag kan leven, dat je weet als mijn moment vandaag komt, dan is het oké. Dan doe je het goed. Ik hoop dat jij bij jezelf kan ontdekken dat je zo in het leven staat. En is het niet zo, kom in de actie en ga er dan voor. Dit was misschien een zware aflevering.
Maar ik hoop toch dat je merkt dat het belangrijk is om bij dit soort onderwerpen stil te staan. Juist omdat het kansen geeft voor licht, voor vrolijkheid, voor warmte, voor liefde, voor plezier. En voor ontzettend veel fijne, waardevolle herinneringen. Dankjewel voor je tijd en graag tot de volgende keer.